ben in onze generatie. Like Emmanuel said, we need to be example for our generation. Wat ik nog wil zeggen is, laten we inspiratie zijn voor andere mensen. What I want to say is, let us be an inspiration for other people. Als we naar buiten gaan, laten we de inspiratie zijn zodat mensen ook naar kerk willen komen. If we go outside, let us be an inspiration for other people to come to church. Gebruik je social media om goede dingen op te plaatsen. Use the internet to post things of Jesus. Gebruik de internet om Gods woord op te plaatsen. Use the internet to post God's word on the internet. Gebruik de internet niet om gekke dingen op te plaatsen. Don't use the internet to post bad things on it. Plaats niet op internet dat je een jongen wilt of een meisje wilt. Don't post on the internet that you want a boyfriend or a girlfriend. Want een christen is niet zo. Because a Christian is not like that. Een christen moet een voorbeeld zijn. A Christian need to be an example. Een christen moet goed zijn. A Christian need to be good. Een christen moet 24/7 goed doen en niet alleen in kerk. A Christian needs to do 24/7, they need to be good and not only in church. Niet alleen in kerk. Not only in church. Niet zijn heilig komen doen. Don't two-face. Niet naar buiten gaan en slechte dingen te gaan komen doen, maar als je naar kerk komt, dan ga je zo God bedanken en zo. Don't go outside and come to church and do like you are. Een christen moet overal christen zijn. A Christian needs to be everywhere Christian. Ga niet naar clubs en ga niet dronken worden. Don't go to clubs and don't get drunk. Want in de Bijbel staat dat je niet dronken mag worden en dat je niet naar wilde feesten mag gaan. Because the Bible says you don't need to get to drunk. Wees een voorbeeld voor andere mensen. Be an example for them. Zodat als iemand jou ziet gaat zeggen, oh ik wil echt als hem of haar zijn. If somebody sees you, they need to say that they dus want to be like you. Dus alsjeblieft mensen, wees een goed christen. So please be a good Christian. Dus dit wou ik zeggen, amen.